Wist je dat 4 op de 5 Nederlanders een smartphone heeft? En wist je dat 1 op de 10 Nederlandse smartphonebezitters een kapot scherm heeft? Sander, leg mij nou eens uit. 1 op de 10 Nederlandse smartphonebezitters heeft een telefoon met een gebroken kapot scherm. Zijn wij Nederlanders nou zo onvoorzichtig? Hoe zit dat? Nou, ik denk niet dat we heel onvoorzichtig zijn. Wat je tegenwoordig wel ziet, is dat elke smartphone of tablet voorzien is van een heel groot scherm. Er zit touchscreen achter, dus dat maakt het gewoon enorm kwetsbaar. Tenminste, kwetsbaarder dan telefoontjes die we vroeger hadden. Dus we zien daarom ook dat de beeldschermschade de meest voorkomende schade is. Maar heel veel mensen die laten het ook gewoon niet repareren, hè? Nee, klopt. 4 op de 10 Nederlandse smartphonebezitters laten hun toestel niet repareren. Nou, het heeft enerzijds te maken met het feit dat een toestel vaak nog wel werkt, ondanks de schade. Daarnaast is een reparatie vaak de 100 tot 200 euro. Dat is gewoon een hele flinke investering. Ja. Dus vandaar dat er nu ook een verzekering is waarbij je alleen je display verzekert. Alleen je display? Alleen je display. Nou, de naam zegt het natuurlijk al, maar hoe werkt dat dan precies? Nou, heel simpel. Je verzekert je smartphone of tablet, jong of oud. Maakt dus niet uit of je een nieuwe telefoon hebt, een oude telefoon of een oude smartphone, een nieuwe smartphone. Je kunt elk toestel verzekeren tegen displayschade. Oké, maar je kunt je telefoon natuurlijk ook gewoon verzekeren in zijn geheel voor allerlei soorten schade. Waarom doen mensen dat dan niet bijvoorbeeld? Ja, er zijn inderdaad verzekeringen waarbij je je hele toestel kan laten verzekeren. Het nadeel daarvan is dat je maandbedrag vele malen hoger ligt, omdat je natuurlijk een hele telefoon verzekert. Wanneer je alleen displayschade verzekert, ligt dat maandbedrag heel laag. Plus dat je je eigenlijk beschermt tegen de meest voorkomende schade. Stel, ik heb zo'n displayverzekering afgesloten en inderdaad, ik laat hem vallen, displaystuk. Ja. Wat moet ik dan precies doen? Je vult online, vul je een schadeformulier in. Vervolgens krijg je een bericht waar je toestel heen moet sturen. Nou, afhankelijk van het merk en type toestel wordt bepaald naar welke reparateur jouw toestel gaat. Van die reparateur krijg je te horen wanneer je toestel klaar is. Maar vaak kun je er ook gewoon op wachten, omdat zoiets binnen een dag vaak wel gerepareerd is. Ja, want dat is soms vervelend, hè? Dat je dan, heel veel mensen wachten er misschien ook mee, omdat ze dan hun telefoon heel lang kwijt zijn. Ja. We zien tegenwoordig ook gewoon dat heel veel reparateurs dit soort klusjes op hele korte termijn kunnen uitvoeren. Ja. En heb je verder nog tips voor mensen die toch een beetje onvoorzichtig zijn met hun smartphone? Weet je, een ongeluk zit gewoon in een heel klein hoekje. Je pakt meerdere malen per dag je telefoon, dus de kans is gewoon heel groot dat je hem een keer laat vallen. Wat ik al zei, het beeldscherm van een smartphone is al vele malen groter, dus daarom enorm kwetsbaar. Tuurlijk zijn er hoesjes die je bescherming bieden. Maar wil je echt een dure reparatie voorkomen, dan raad ik een displayverzekering aan. Ja, je zal het zelf ook wel eens gehad hebben. Ja, natuurlijk. Ik heb hem uiteraard ook een keer laten vallen. Dat is gewoon een hele dure reparatie, dus dat gebeurt je één keer, maar daarna niet meer. Dat gaat je niet meer gebeuren. Dat gaat me zeker niet meer gebeuren. Nee, dankjewel. Dankjewel.